Delen is het nieuwe hebben. De 20e eeuw was de eeuw van hyperconsumptie. Het eigen bezit stond centraal. De 21e eeuw wordt de eeuw van het delen. Het gaat om toegang en niet meer om bezit. Nou, historisch gezien hebben mensen natuurlijk altijd gedeeld. Dat deed je vaak binnen de familie of binnen het sociale netwerk. Wat nieuw is, is dat via het internet de marktplaats voor delen in principe onbegrensd is. Dus iedereen kan met iedereen gaan delen. En belangrijk is daarbij dat mensen elkaar kunnen vertrouwen. En dat op basis van voorgaande transacties er een profiel is opgebouwd, zodat je weet dat je mensen kan vertrouwen. Je ziet ook dat met het delen social media eigenlijk wordt geïntegreerd met economisch handelen. Wat mensen bijvoorbeeld kunnen doen, is wanneer iemand iets aanbiedt, binnen hun Facebook community of andere community kijken. Hebben wij vrienden gemeenschappelijk? Kan men even navragen, is die persoon te vertrouwen? En kan men tot een transactie komen? Autodelen is een goed voorbeeld. Waar mensen eerst een eigen auto bezitten, gaan ze nu de auto opgeven en in plaats daarvan de auto huren in de buurt op die momenten dat ze echt die auto nodig hebben. Een ander voorbeeld is appartementdelen, dat mensen geen hotelkamer meer boeken, maar een appartement gaan huren van iemand die dat op internet aanbiedt. Hoe groot is het of hoe groot kan het worden? Nou, de deeleconomie is eigenlijk al heel groot, omdat er informeel al heel veel wordt gedeeld. Dat zien we niet terug in alle transacties, omdat die niet worden bijgehouden. Maar in potentie kan die nog veel groter worden. Zo wordt het bedrijf in de Verenigde Staten die het appartementdelen mogelijk maakt, Airbnb, al geschat op een waarde van meerdere miljarden. Daarnaast is het zo dat het autodelen, nu nog vrij klein, al de interesse heeft gewekt van alle grote automobielfabrikanten die zelf in de autodeelmarkt gaan stappen. Dus de verwachting is eigenlijk dat deze nieuwe vorm van economisch handelen heel groot gaat worden. Dat met het internet en sociale media deze trend alleen maar versneld wordt. En dat sommige markten en sommige bedrijven compleet zullen worden omvergeworpen. En er nieuwe spelers op het toneel zullen verschijnen. En daarmee is ook de kleinschaligheid weer vertrokken. Ja, je zou kunnen zeggen dat de deeleconomie het kleinschalige met het grootschalige verbindt. Het is kleinschalig in die zin dat elk individu met elk individu kan gaan handelen. En zo biedt het heel veel voordelen en mogelijkheden voor ZZP'ers bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd, omdat het op platforms is gebaseerd, die worden beheerd doorgaans door bedrijven, is het ook een economie waarin grote monopolistische tendensen zijn. Waarin de Airbnb's van deze wereld mogelijk een monopolist worden in het mogelijk maken van die kleine transacties. Soms heb je even iets nodig wat je zelf niet in huis hebt. Maar iemand in je buurt heeft het vast. Waarom zou je het kopen als je het ook gewoon kan lenen of huren? Nou, de grote winnaar is in eerste instantie de consument. Want die krijgt toegang tot veel meer goederen en diensten voor een lagere prijs. En kan ook zijn eigen goederen en diensten heel goedkoop gaan vermarkten. Een tweede winnaar zijn de beheerders van de internetplatforms. Dat zijn doorgaans grote bedrijven en bedrijven die nu ook snel groeien. En omdat er natuurlijke monopolietendensen zijn, zullen die alleen maar groter worden. De verliezers zijn eigenlijk die bedrijven die traditioneel intermedieerden tussen die consumenten. Denk aan de hotelbranche, de autoverhuurbedrijven, die middelgrote bedrijven, die gaan ons waarschijnlijk ontvallen. En de consument en de beheerders van de internetplatforms zullen profiteren.